Goed. Welkom allemaal. Goeie ochtend en welkom bij de laatste thematische voedseldag. 26 april, ruimte voor voedsel, het thema van vandaag. Ik zie een paar bekende gezichten en een paar nieuwe gezichten. Zeer fijn. En ik denk dat we allemaal klaar zijn voor een laatste brainstormdag rond dit zeer interessant thema. Neem ook zeker voor degenen die er vorige voedseldagen bij waren, opnieuw de elementen mee, de inzichten die je ook de vorige voedseldagen hebt meegepakt. We starten heel even met een kennismakingsronde. Ik zal alvast starten. Ik ben Jan Bijnen. Ik ga deze sessie mee faciliteren. Vanuit Route 2030 werken wij aan duurzaam ondernemen. We hebben daar ook een boek rond geschreven, De weg naar duurzaam ondernemen, waar we een aantal oefeningen, een paar inzichten ook delen. En daarvan gaan we er vandaag ook mee aan de slag. Onder andere rond systeemdenken als eerste oefening. De flow van vandaag ziet er als volgt uit. Dus we starten zo dadelijk met een kennismaking. Steven gaat iets meer uitleg geven over het thema van de dag en de stellingen waar we rond gaan werken in groepjes. We gaan een eerste oefening doen rond het systeemdenken. Na een pauze ook even horen van elkaar wat zoal de dialogen waren. We voorzien om 12 uur middagpauze. En in de namiddag gaan we nog 2 uurtjes door om de zaken wat concreter te maken en ook eens te gaan zoeken naar een toepassing in een lokale voedselstrategie rond het thema. We gaan werken richting ambities, we gaan werken richting hoe kan je doelstelling zetten rond dit thema, rond jullie stelling. Maar ik start graag met een kennismaking. En dat gaan we eigenlijk doen in lijn met de vorige voedseldagen. We gaan dat doen aan de hand van het Miro-bord, een online bord. Ik ga dat nog even aan jullie tonen, hoe dat eruit ziet. Ik ga jullie straks ook een link delen in de chat. Dan gaan jullie automatisch hierop komen. Je kan helemaal uitzoomen. Dat kan je doen onderaan rechts, door helemaal uit te zoomen op de min. Of je kan ook Ctrl en dan Ctrl induwen en je muis scrollen naar buiten naar binnen. En we starten bij frame 1, waar ik jullie ga vragen om een post-itje te nemen. Ik heb hier een paar klaargezet. En daar je naam en je organisatie, lokaal bestuur, even te noteren. Ik ga dat even tonen hoe dat moet. Ik heb nu een handje, ik kan dus bewegen op het bord. Om een post-it te nemen, heb ik een pijltje nodig. Dat doe ik hier links. Dat is zeg maar jullie menubordje. Ik selecteer het pijltje en dan kan ik een post-itje nemen. Ik klik daarop, ik kan dat dan verslepen. Ik kan dat ook groter en kleiner maken. Ik kan zelf ook nog wat inzoomen om het beter te zien. En ik typ hier bijvoorbeeld mijn naam en de organisatie in. En dan sleep ik dat naar een gevoel dat je hebt deze ochtend of waar je mee bent opgestaan. En ik ga dat even bij relaxed zetten. Ziezo. En ik ga jullie misschien ook straks vragen wat je zoal als ontbijt hebt gegeten. Dat hebben we elke voedseldag gevraagd. En we willen eens horen of dat er wat nieuwigheden zijn. Of dat toch havermout en boterhammen met choco nog altijd de favoriet zijn van jullie. Ziezo, wat moet ik hier nog over zeggen? Hier staan post-its klaar. Je kan ze ook zelf een post-it nemen. Dat doe je hier, sticky note. En dan kan je zelf een kleurtje kiezen. Bijvoorbeeld rood, ik plak dat hier, ik typ mijn naam, ik kan het groter, kleiner maken, ik kan het zelf ook nog verslepen, dat kan je allemaal. Je kan het ook gewoon deleten als je wil, door op te klikken en delete. En misschien een laatste element hier bovenaan, als ik hierop klik, show collaborators cursors, daar kan je op klikken en dan ga je iets meer rust geven, want we zijn met een grote groep. En anders ga je allemaal pijltjes zien verschijnen en dan gaat iedereen elkaar ook zien op het bord. Als je daarop klikt, ga je enkel je eigen pijltje zien. Dat maakt het dan weer iets rustiger. Voilà. Ik ga de link delen in de chat en dan ga ik jullie even laten experimenteren. We doen dat ook. We gebruiken het om een beetje te oefenen met het bord, omdat we straks ook in groepjes in Miro gaan werken. Ziezo. En dan ga ik dat nu in de chat delen met jullie, met everyone. Ziezo. Klik op de link. Dat gaat automatisch openen. Het is een open link.
Best werkt met Google Chrome, maar ook andere internetbrowsers kunnen zeker geen probleem zijn. Kan iets trager gaan, maar normaal lukt dat ook. En geef gerust een seintje, moest het niet lukken. Bij mij heeft het moeilijk om erin te geraken. Het blijft draaien, maar... Ik hoor jou, Annemarie. Ja. Je bedoelt dat de link, als je daarop klikt... Als ik op de link klik, ja. Ja. Dus, en ik veronderstel dat ik nog eerst... Allee, want ik zat erin en ik moest dan eerst inloggen, omdat ik de vorige sessies waarschijnlijk niet meegedaan heb. Ja, nu komt hij er terug op. Normaal gezien moet je niet inloggen. Je kan misschien de link die ik in de chat heb geplakt, kan je misschien eens copy-pasten in een browser. Gebruik je Google Chrome of een andere? Ja, nee, die gebruik ik. Ik zal eens proberen met inderdaad gewoon de link te... In orde. Ik zie intussen wel verschillende post-its al op het bord. Dat is mooi om te zien. En ik ga misschien al even horen. Intussen doen jullie gerust verder om je naam en de organisatie op het bord te zetten. Maar ik start misschien even met Xavier. Ik zie jouw postje daar staan. Ergens tussen proud en respected. Maar kan je dat misschien wat meer duiden? Xavier, ik mag jezelf ook gerust even voorstellen. Ja, nu is mijn micro aan, denk ik. Hè? Ja. Ja, voilà. Mijn naam is Xavier Buijs. Ik werk voor de VVSG. Ik ben dus collega van Steven. Nu, die dingetjes, die heb ik eigenlijk tamelijk ad hoc, of hoe zeg je dat, spontaan daar neergezet. Dus daar moet je niet te veel achter zoeken. Voilà. En is respect. Het eerder respected of eerder proud? Respected, zal ik dan maar zeggen. Ik weet niet eens wat het betekent, maar ja. Oké, nee, fijn. En mag ik vragen wat je gegeten hebt deze ochtend? Een boterham met confituur. Oké, dat is goed voor onze statistieken. Dankjewel, Xavier. Dankjewel. Dan ga ik even verder. Ik zie Lisbeth daar staan, van de stad Kortrijk, op... is het Hopeful? Goedemorgen, iedereen. Ja, ik heb dat bij hoopvol gezet, omdat ik hoopvol blijf voor de toekomst. Ik denk dat ik dat al een keer op hoopvol gezet had, een van de voorbije sessies. Maar goed, ik vind dat een mooi gevoel, dat past wel bij mij. Ja. Oké, dankjewel Lisbeth. En inderdaad, we gaan hoopvol zijn, ook deze sessie. Misschien nog eens vragen wat jij gegeten hebt deze ochtend? Havermout met yoghurt en een tas groene thee. Kijk eens aan. Oké, dankjewel, Lisbeth. Ik zie daar ook een collega van jou, Katrijn, die ook vanuit stad Kortrijk aansluit. Katrijn, je staat op Thankful.
Ja, hallo. Ik ben inderdaad collega. Ik werk niet zo vaak met Zoom, dus dat is voor mij een beetje nieuw. Ik heb eerder Teams Link. Ja, ik ben dus collega bij een stad Kortrijk. Werk ik bij een team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid. En wij zijn wel met een concreet project aan zoekende rond hoe kunnen we eigenlijk gronden die een nieuwe bestemming zullen krijgen. Hoe kunnen we die inzetten in functie van een soort startvoedsellandschap, korte ketenverhaal. Sorry, maar dat is eigenlijk al een intro op wat er eigenlijk, waar ik inderdaad aan denk, waarom dat ik deelneem aan deze webinar. Ik heb mij op Thankful gezet, omdat ik deze morgen inderdaad, ik ben dankbaar voor wat ik elke dag mag doen met mensen die ik samenwerk met mijn gezin. De tuin staat in volle bloei, alles springt open. Ik vind dat een heel leuk seizoen, de lente, dus dat maakt mij gelukkig en dankbaar dat we hier mogen zijn, want we weten wat er allemaal rondom ons in de wereld gebeurt. Kunnen we niet dankbaar genoeg zijn voor alles wat we kunnen krijgen en wat we mogen doen elke dag. Wat heb ik gegeten? Koffie, dat mag niet ontbreken bij mij, anders lukt het niet. En een boterham met confituur. Oké, dankjewel, Katrijn. Dankjewel ook voor je positieve stemming deze ochtend. Ik ga eens verder naar Petra. Petra Tas, de landgenoten. Petra, jij staat op, ik ga eens even kijken, Pensif. Ja, voor wat het waard is, hè. Ik moest me ergens zetten. Ik ben Petra van de Landgenoten. Wij zijn een organisatie, of ik zal nauwkeuriger zijn, we zijn een coöperatie en een stichting die landbouwgrond koopt, samen met eigenlijk heel veel burgers. Dus heel veel mensen steken daar spaarcenten in. En wij doen dat om die grond eigenlijk bij wijze van spreken definitief vrij te kopen en dan te verhuren aan bioboeren. Met het idee dat we vinden dat landbouwgrond zoveel mogelijk als landbouwgrond moet gebruikt worden en best ook heel duurzaam moet beheerd worden. En we willen bioboeren ook kansen geven, wat niet zo eenvoudig is met de huidige grondproblematiek. En wij geven ook advies aan lokale besturen om gronden duurzaam te beheren. En dan wat heb ik gegeten? Ja, ik ben een klassieker als ik het zo hoor. Havermoutpap, maar wel warm bij mij. Met een beetje rood fruit. En ik drink thee met gember. Voilà. Oh, oké, dankjewel Petra. Fijn dat je erbij bent. En ik ga misschien nog eens even kijken naar... er staan twee mensen op Excited. Lotte, jij staat ook op Excited. Stel jezelf nog eens kort voor. Goedemorgen, Lotte Seelis van de Vlaamse Landmaatschappij, beleidsmedewerker plattelandsbeleid. En ik heb me inderdaad op Excited gezet, omdat ik benieuwd ben wat er allemaal gaat uitkomen vandaag. Dus vandaar Excited. En ik ga de statistieken niet beter maken, maar het was vanochtend ook havermout. Oké, dankjewel Lotte. Fijn dat je erbij bent. En dan ga ik misschien... Ja, ik ga niet iedereen overlopen. Ik ga iets te veel tijd nemen. Maar ik nodig jullie zeker uit om elkaar beter te leren kennen in de groepjes zo dadelijk. Dus start ook met een korte kennismakingsronde in je groepje. En dan ga ik misschien nog als laatste Steven even aan het woord laten. Steven, jij staat daar tussen joyful en powerful. Steven, aan jou het woord. Ja... Powerful, dat ligt aan het feit dat ik enorm veel energie krijg van deze workshops. Ook dat het de vijfde is, de laatste van de workshops, thematische workshops die we hebben georganiseerd. Dus dat is ook wel fijn om aan dat einde te zijn en naar de volgende stap te kunnen gaan. En waarschijnlijk ook door de twee koffies die ik deze morgen al gedronken heb. Kan er ook wel wat aan liggen. Uiteraard ook haver gegeten met nootjes en besjes. En wat seizoensfruit. Dat is goed voor het metabolisme, een gezond ontbijt. Om het metabolisme in gang te zetten. Ik ga misschien kort een presentatie geven omtrent ons traject met de VVSG. Waarom we hier vandaag zitten, waar we naartoe gaan. Dus ik ga even mijn presentatie delen. Wacht, share screen. Dat lukt hier niet meteen.
Dus nu nog niet in orde. Ja, nu zien we jouw scherm. Ja, maar het waren een aantal stappen. Zo, ruimte voor voedsel vandaag. Jullie horen mij goed, jullie zien de presentatie heel goed. Fantastisch. Dus, in eerste plaats moet ik toch ook even zeggen dat ja, eigenlijk Vlaanderen toch die regierol, de strategische rol van de lokale besturen ja, erkent. En daarom ook vanuit de Vlaamse Landmaatschappij, de VVSG, via een subsidie voor een stafmedewerker lokale voedselstrategie. Dus ondersteund van 2020 tot 2022 is dat het lopende programma momenteel. Omdat het project eigenlijk vanuit die schoot van het departement Omgeving is ontstaan, wordt het thema voedsel ook wel integraler benaderd. Vandaar ook die verschillende thema's die we benaderen als we het over lokale voedselstrategie hebben. En dat is dan ondersteund door de minister Zuhal Demir. Nu, er is dit voedselklimaat. Ah, dat weet inderdaad iedereen al wel. Dat is wat negatiever, om het zo te zeggen. Maar je kunt ook omdraaien uiteraard en onderschrijven welke kansen eigenlijk voeding biedt om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Gelukkig is er ook dit voedselklimaat. En dat wil zeggen dat er op heel wat beleidsniveaus, verschillende beleidsniveaus, ja, beweegt. En dat geeft dan ook wel politieke draagvlakte om aan de slag te gaan met kansen en uitdagingen die voedsel biedt. Ons traject, heel kort, we hebben lerende netwerken over die 3 jaar, een 14-tal, hoofdzakelijk met cases van lokale besturen, zeer hands-on, zeer inspirerend. Daarnaast hebben we provinciale workshops georganiseerd. Die waren eigenlijk de voorbode van deze thematische voedseldagen, waarbij we eigenlijk 125 actoren vanuit ja, andere domeinen hebben uitgenodigd om na te denken over dat voedselsysteem. Dan staat er provinciale voedseldagen, die waren voorzien om live plaats te vinden, maar door corona, u allen bekend, hebben we besloten om dat online en eerder thematisch te organiseren. Daar zijn er ongeveer een 30-50 lokale besturen die per sessie hebben deelgenomen. Op basis van al deze activiteiten ga ik ook een handleiding en een soort van politieke statement opstellen. Trouwens, om dat statement te valideren, ja, zit ik samen met een aantal lokale besturen en laat gerust weten als je interesse hebt om mee te reflecteren. Dan komt er ook een gewestelijke voedseldag, die is in september, daarover straks iets meer. Die zal live plaatsvinden, dus kijk er naar uit om jullie allemaal in levende lijven te ontmoeten. Waar we dus eigenlijk die verklaring gaan ondertekenen en dat handboek of die handleiding, waarin het gaat over een duurzaam voedselbeleid, over een voedselvisie, een voedselstrategie, een stappenplan, methodieke praktijkvoorbeelden en ga zo maar verder, het ABC zeg maar, in aanbod komen. De gewestelijke voedseldag, ik had hem zo net al ja, genoemd. Save the date, zet het alvast in uw agenda. Dinsdag 27 september 2022 gaan we elkaar zien. Zoals ik ook al aangaf, gaan we daar dat handboek plus dat politiek statement aan bod laten komen. Maar daarnaast gaan we ook wel inspireren. En hoe gaan we dat doen die dag? We hebben Tristram Stewart uitgenodigd om te komen spreken. En om u ervan te verzekeren dat ik niet alleen lookalikes heb uitgenodigd, hebben we ook Staf Hendricks uitgenodigd, schrijver van het boek Van Mammoet tot Big Mac. En tenslotte, last but not least, Caroline Steele. Dus zeer inspirerende sprekers. Gekoppeld ook wel aan heel wat interessante informatie op basis van die 3 jaar werking.
Nu, duurzaam voedsel, goh ja, en een duurzaam voedselstrategie, een duurzaam voedselsysteem, dat is een hele boterham om over na te denken eigenlijk, op elk beleidsniveau. Als je daar dan ook nog eens een voedselvisie voor moet schrijven, die geankerd is op die zaken die er zijn aangegeven, dan is het toch belangrijk om systemisch na te denken over dat voedselsysteem. Hè? Het lijkt misschien een eenvoudig onderwerp, want iedereen kan meepraten over voeding, maar het is een enorm complexe materie. Hoe meer je over weet, hoe minder dat je ervan weet in principe. Of hoe minder dat je ervan kent, lijkt soms. Daarom dat we ook deze workshops in samenwerking met Route 2030 aan de hand van systeemdenken hebben ingevuld. Zoals ik al zei, het is de laatste voedseldag. We hebben al voedseldagen gehad rond gezonde en duurzame voeding, rond kortere ketens, rond voedselverspilling, rond duurzame aanbestedingen. En dan uiteraard vandaag aangekomen bij ruimte voor voedsel. Misschien ruimte voor voedsel. Dat is toch wel een zeer interessant thema dat eigenlijk een grote rol van betekenis kan hebben in transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Dat gaat over voedsellandschappen, voedselomgeving, ruimtelijke planning, grond voor boeren. Allen zeer relevant om als lokaal bestuur, goed over te reflecteren. De stellingen die we gaan verdiepen, zeg maar, of waar we ons gaan ingooien, zijn: hoe kan je via een gemeentelijke of landbouwgrond algemeen SDGs helpen realiseren? Hoe ga je met grondkeuzes aan de slag? Hoe ga je grond op een gerichte manier bestemmen en daardoor heel wat beleidsdoelstellingen realiseren? Hoe ga je die SDGs daaraan koppelen? Hoe neem je de ruimtelijke planners mee in het voedselverhaal? Ruimtelijke planners, tot voor kort hielden zich voornamelijk bezig met die publieke ruimte en overheidsplanning. Terwijl voeding zo wat werd gezien als een zaak van private bedrijven. Intussen is die interesse voor voeding in de planning wel wat gegroeid. Caroline Steel opnieuw illustreerde met haar boek Hungry City. Dat het leerrijk en inspirerend is om steden eens te bekijken door een voedselbril. En de Vereniging voor Ruimtelijke Planners deed samen met enkele middenveldorganisaties ook een oproep om de zonevreemde functiewijzigingen die de overheid al sinds 2003 toelaat in agrarisch gebied te schrappen. Dus daar beweegt ook wel wat rond. Hoe ga je als gemeente aan de slag met een voedsellandschap is de derde stelling. Een voedsellandschap is een open ruimtegebied waar lokale samenwerkingen verschillende open ruimte uitdagingen aanpakken. En de rol van landbouwers staat daarbij centraal. En dan de laatste, hoe zet je als lokaal bestuur in op een gezonde en duurzame voedselomgeving? We leven momenteel in omgevingen waar bijna overal smaakvol en goedkoop voedsel aanwezig is, waardoor we eigenlijk continu verleid worden tot het consumeren van vaak calorierijk voedsel. Werken aan voedselomgevingen die de keuze voor een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon bevorderen, maakt dan ook een essentieel onderdeel uit van een coherent voedingsbeleid. Het is ook zo dat daar heel wat rond beweegt momenteel. Het onderzoek voedselomgevingen in kaart en beeld heeft bijvoorbeeld concrete ruimtelijke interventies geformuleerd en aanbevelingen gedaan op basis van de case studies in Gent en Sint-Truiden. Dus zoals je hebt gezien, gaan we vandaag wel met thema's werken die ergens ook wel allemaal één voor één zeer innoverend zijn en heel wat impact kunnen hebben. Qua cijfers nog even kort. De lerende netwerken hebben we 339 deelnemers gehad, 116 lokale besturen. 24 andere voedselactoren waren daar aanwezig en 1/3 waren plattelandsgemeenten. De voedselstrategie, 55 lokale besturen zijn bezig met de opstart of hebben een voedselstrategie. Die overlegmomenten had ik al aangegeven. Om 123 zijn het er geen 125 actoren die hebben deelgenomen. En dan die voedseldagen, gewestelijke voedseldag van september inbegrepen, gaan we toch weer een 500 actoren, 500 deelnemers bereiken.
Bottom line, beweegt enorm veel. Wat we met de lokale besturen nu ook aan het opzetten, in samenwerking met die andere actoren, zal daar alleen maar toe bijdragen. En dan misschien, ja, om af te sluiten, de SDGs zijn ook eigenlijk een ideale manier om systeemdenken toe te passen. Maar over het systeemdenken en over de hele oefening vandaag ga ik dan nu terug het woord aan Jan geven. Dankjewel, Steven. En dat is inderdaad handig voor deze inleiding op de stellingen. Voor diegenen dat er de vorige sessies bij waren, misschien een korte herhaling, maar toch ook wel belangrijk dat we dat toch even meegeven. Dit hebben we gehad, de flow van vandaag. Dit zijn de vier stellingen waar de vier groepjes mee aan de slag gaan, die Steven zo net heeft toegelicht. Telkens in jullie groepje is er ook een facilitator en een expert die ook iets meer kennis heeft over het thema. Dus jullie kunnen telkens ook wel vragen stellen als er zaken niet duidelijk zouden zijn. Systeemdenken gaan wij toepassen aan de hand van de systemische ijsberg. Heel kort en krachtig, wat betekent dat? Een probleem, een event, een thema ga je eigenlijk altijd zien als top van een ijsberg. Maar het is heel belangrijk in functie van systeemdenken, in functie van deze uitdagingen waarvoor we het ook vandaag hebben, om te durven onder wateroppervlakte te kijken. Om te durven nadenken over wat zijn de trends, wat zijn de patronen, wat zijn de onderliggende structuren en wat zijn de mentale modellen over de uitdaging of de zaak waar we rond werken. Mentale modellen, dan gaat het over assumpties, over veronderstellingen, wat mensen denken over het thema enzovoort. Een heel simpel voorbeeldje dat je het hier ook ziet staan. Ik heb bijvoorbeeld een verkoudheid. Wel, hoe komt dat? Wel, de trends of de patronen die ik zie, is dat ik meer verkoudheden heb omdat ik minder goed slaap. Onderliggende structuur, ik heb meer stress op het werk, ik eet minder goed en daarom eet ik ook minder gezond, omdat ik daarvoor tijd heb om naar de winkel te gaan. En mijn mentaal model op dit moment is, wel, mijn carrière is het belangrijkste. Gezond voedsel is te duur, is overrated, dus daar doe ik niet aan mee. Dat is een heel, heel simpel, simplistisch voorbeeldje om eens dieper in die ijsberg te duiken. En dat gaan we ook doen rond het thema van vandaag, ruimte voor voedsel. Jullie gaan starten in jullie groepjes. Ik ga zo dadelijk ook meegeven in welk groepje dat jullie zitten. Om eens na te denken over het bredere thema ruimte voor voedsel. Wat zijn de trends die je ziet? Welke krachten dragen volgens u bij aan de patronen of aan die trends? En wat zijn de oordelen of vooronderstellingen? Wat zijn de mentale modellen of aannames over ruimte voor voedsel? Dat is de allereerste vraag. En daarna gaan we iets dieper op het thema in. Het is belangrijk om dieper in het thema in te gaan, om onder die oppervlakte te kunnen kijken. Is het nu over het thema ruimte voor voedsel of over andere thema's? We gaan daar straks ook iets meer over zeggen. Is het heel belangrijk om eens na te gaan wat daaronder zit? Dat gaat ook jullie zeker helpen om niet zeg maar achter de feiten aan te lopen, maar nieuwe innovatieve ideeën te krijgen. En als het gaat over systeemdenken, zeggen ze vaak it's all about connecting the dots. Hier zie je ook een afbeelding rechts, dat als je alle puntjes zou kunnen verbinden, dat je uiteindelijk ook wel zeg maar, het licht gaat zien en een mooie afbeelding gaat herkennen. Dus die systemische ijsberg. In de tweede fase gaan we breder kijken. Gaan we in jullie stelling gaan nagaan. En bijvoorbeeld team 1 gaat nadenken over de stelling hoe kan je via een gemeentelijke landbouwgrond SDGs helpen realiseren. De bedoeling is dat jullie eens integraal in de tweede fase die stelling gaan bekijken. Door de vragen te stellen hoe kan je intern de link leggen met andere beleidsdomeinen en die ook betrekken rond die stelling. Hoe kan je extern andere voedselactoren betrekken? Of hoe kan je samenwerken met andere gemeenten? Probeer eens jullie eigen stelling dieper te bekijken. En als het gaat over systeemdenken, is het dus verder durven denken. En dat is over het algemeen, als het gaat over die Sustainable Development Goals, over duurzaamheid, spreken we vaak over de tragedie van de horizon. Het is heel moeilijk
om dat te doen. Het is niet tastbaar, zeg maar. Dat is het grote verschil met de coronacrisis, die heel tastbaar was. We hebben mondmaskers moeten dragen, we hebben die lockdown gehad. Er waren heel wat maatregelen dat heel direct zichtbaar zijn. Ten opzichte van een duurzaamheidscrisis, zeg maar de biodiversiteitscrisis of klimaatverandering, en ook gelinkt daarbij aan het thema ruimte voor voedsel, is zeer geleidelijk, is cumulatief, is zeer verbonden. Dus daarom is systeemdenken daar een heel handig hulpmiddel in om het bredere verhaal te gaan bekijken. Het is eigenlijk ook, kan je toch ook een beetje zien, als een voortdurend proces van stappen terugnemen. Het grotere verhaal proberen zien, onderliggende krachten binnen een probleem of een situatie begrijpen en daar ook nieuwe mogelijkheden in herkennen en daar ook op concentreren. Jullie zien rechts een afbeelding van het risk landscape, noemen ze dat dan, van het Wereldeconomisch Forum, waar dat ze ook zeg maar een spinnenweb hebben ontworpen met allemaal uitdagingen waarvoor we staan wereldwijd en hoe dat die ook met elkaar verbonden zijn. Dus dat zien we ook na 5 voedseldagen, 5 thema's, die uiteraard ook met elkaar een link hebben. Vandaag gaan we absoluut ook dieper ingaan op het thema van vandaag, om dat verder aan te pakken. Nogmaals de opdracht, probeer straks aan de andere teams ook jullie antwoord op die vragen even te presenteren. Daarvoor vragen we om 1 spokesperson aan te duiden binnen jullie groepje. En jullie krijgen straks na de pauze 5 minuutjes om, is het aan de hand van het Miro-bord of een manier naar keuze, even jullie dialoog of discussie aan de andere groepjes mee te delen. En dat doe je dus aan de hand van jullie eigen stelling. Nogmaals, eerste bedoeling om breder te kijken naar het thema ruimte voor voedsel en daarna in te zoomen op jullie eigen stelling met de vragen. Jullie krijgen daar een dikke 40 minuten voor en ik ga zo dadelijk de groepjes of de breakout rooms openen. Hier zie je al een beeld van de groepjes met de 4 stellingen. Er zijn een paar wijzigingen, dat ga ik zo dadelijk laten zien op het bord. Moest je zelf je naam zien staan, dan mag je dat ook even melden. Je blijft dan gewoon in de plenaire ruimte en dan zullen wij je wel verder helpen. Ik ga nog even het Miro-bord tonen en dan kunnen we van start gaan. We waren zo dadelijk daarnet hier bij frame 1. Als je hier nog bent, zoom even uit. En dan ga je hier team 1, 2, 3 en 4 zien staan. Bijvoorbeeld team 1. Dan zien jullie ook hier de namen en nog eens de stelling waar dat jullie rond werken. En dan ga je naar frame 1. Daar zie je nogmaals de opdracht, de systemische ijsberg. Bespreek in je groep welke trends bestaan er volgens jou omtrent het thema van vandaag, ruimte voor voedsel. Wat heeft deze trends beïnvloed en welke aannames hebben we over het thema? Dat kan je hier terugvinden. Je mag post-its gebruiken, je mag doen wat je wil om de zaken te capteren. Het helpt om eerst individueel even na te denken en dan in groep de zaken te bespreken. En dan als tweede fase, zie je het hier, stap 4 tot 6 staan. Bespreek dan de stelling die hiernaast staat. In functie van groepje 1 gaat het over deze stelling. Hoe kan je via een gemeentelijke landbouwgrond SDGs helpen realiseren? Om dan ook eens na te denken over deze onderliggende vragen. Je mag alweer met post-itjes werken. Het is jullie bord. Jullie mogen doen wat jullie ermee willen. Ziezo. Zoals gezegd, er is een facilitator en ook een expert in jullie groepje die jullie ook mee verder zal helpen. Het is dezelfde link als daarnet. Ik zal die nog voor de zekerheid even delen in de chat. En dan kunnen we zo dadelijk starten. Tenzij er een specifieke vraag is. Het kan zijn, Jan, dat straks Bavo en Birk in de plenaire gaan terechtkomen, want die zijn eigenlijk voor een brandoefening naar buiten. Goed. Dat we dat kunnen opvangen dan. Ja, perfect. Geen enkel probleem. Voilà. Ik open de rooms en je kan zelf naar jullie room gaan. Zo, ik wens jullie een fijne discussiedialoog. Ik stel voor dat we groepje per groepje even bekijken en daar ook kan de spokesperson even aangeven, kort, in een paar minuutjes,
waarover jullie het zoal gehad hebben deze voormiddag, in functie van het algemene thema en in functie van jullie stelling met die vragen. Mag ik vragen dat we starten met groepje 1? Stefanie, mag ik aan jou vragen om het woord te nemen? Ik kan gerust mijn scherm delen als je dat graag hebt. Dan kan iedereen ook meevolgen. Ja, ik zal anders zijn. Bij deze. Goed, dus de algemene trends waar dat we het bij ons in het groepje kort over hebben gehad, rond ruimte voor voedsel binnen steden en gemeenten. Misschien eerst en vooral dat ik kort even toelicht, hebben we het wel uitgebreid gehad over landbouwgronden. Waar dat we als groepje hebben besproken dat ten eerste de prijzen van landbouwgronden stijgen. Dat er wel heel veel boeren zijn die graag willen boeren en die opleidingen volgen en die er heel graag voor willen gaan, maar dat het heel vaak onbetaalbaar is om de stap te zetten. We hebben het woord verpaarden en vertuinen ook gebruikt, waarmee we eigenlijk bedoelen dat landbouwgronden ook vaak gebruikt worden voor niet-landbouwdoeleinden, meer dan 25% van de tijd. Dat ook weinig landbouwgrond, of dat niet al landbouwgrond voor voedsel dan per se wordt gebruikt. En dat ook niet al landbouwgrond wordt ingezet voor lokale inwoners. De stelling daar in het geel, voedsel komt vaak van ver, heeft daar ook mee te maken. Dat we zien dat in onze supermarkten of in de winkels waar wij kopen, heel vaak groenten liggen die niet van bij ons komen, ook al hebben we veel landbouwgronden, ook al hebben we bijvoorbeeld veel landbouwers die aardappelen produceren. Maar dat we vaak zien in de supermarkt dat die aardappelen dan van helemaal ergens anders komen. Dus dat was eigenlijk een beetje de trends die we hebben besproken rond de ruimte voor landbouw, voor de producten. Andere trends die wij zagen was daarentegen dat samentuinen meer populair wordt. Dus we zien wel minder ruimte voor voedsel, maar wel vaak samentuinen. Vanuit dan het aspect dat burgers graag samen zijn, het sociale aspect, samen moestuinieren. Dus volkstuintjes zijn steeds populairder binnen steden en gemeenten. Was zeer positief is, hè, om het voedselaspect terug naar buiten te krijgen. Wat we ook hebben opgeschreven, enkele aannames die eigenlijk de trends beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld vraag en aanbod. Steeds meer boeren willen inzetten op bio of op duurzaam produceren, maar de vraag moet ook volgen. Dus we zien vaak dat de vraag nog niet, of de afzetmarkt nog niet groot genoeg is. Dus dat onze boeren die daarvoor willen gaan natuurlijk ook de producten uiteindelijk moeten verkopen. Dus dat er ook wel sensibilisering nog steeds nodig is voor biologisch en voor duurzaam produceren, zodat we ook een afzetmarkt hebben voor alle producten die we produceren. Dus ik denk dat een beetje de trends waren, heel kort. Ik heb er een paar overgeslagen, maar dan kunnen we denk ik naar rechts gaan naar de stellingen. Dus onze stelling is, hoe kan je via een gemeenschappelijke landbouwgrond SDGs helpen realiseren? De eerste vraag die daarbij kwam was, hoe kan je intern dan de link leggen en met welke beleidsdomeinen moet je betrekken? We hebben hier eigenlijk veel domeinen opgeschreven, voedsel, groen, landbouw, onderwijs, gelijke kansen. Ik ga ze niet allemaal opsommen. Maar er zijn eigenlijk intern heel veel diensten, mensen die zich bezighouden met voedsel. Niet per se voedsel direct, hè, maar bijvoorbeeld een onderwijs kan landbouwgronden gebruiken om het thema kan ik omgaan met eten, waar komt mijn eten vandaan, naar de kinderen te brengen. Dus je hebt altijd wel aanraakpunten bij verschillende domeinen die je kan vinden om interne diensten te betrekken. De tweede vraag was dan, hoe kan je externe voedselactoren betrekken? Er kwam het voorbeeld naar voren van verschillende steden en gemeenten die een voedselraden hebben opgezet, zoals bijvoorbeeld Gent, Leuven, maar ook andere steden. Een voedselraad met verschillende actoren in, zoals producenten, consumenten, korte keten, initiatiefnemers, landbouwers, etc. Dus
hier werd eigenlijk besproken dat er eigenlijk een vehicle moet zijn om die verschillende partijen samen te brengen, om de thema's te bespreken en participatie te creëren. En dan de laatste vraag was, hoe kan je samenwerken met andere gemeenten? Hier hebben we gesproken over het feit om niet binnen de grenzen te blijven van je gemeente, maar vaak zijn streken gebonden aan bepaalde streekproducten. Dus kijk ook over de grenzen heen en werk samen met die buurtgemeentes om het thema gezamenlijk naar buiten te brengen in plaats van allemaal apart. Ja, dankjewel. Dankjewel, Stefanie. Dankjewel, groepje 1. Heel mooie samenvatting. Dan gaan we onmiddellijk over naar groepje 2. Wie is daar de spokesperson? Ja, dat zal ik even doen. Staat mijn camera op? Ik weet niet of jullie mij zien, hoor. Ja. Ja, we hebben het niet zo duidelijk geordend als de vorige spreker. Maar goed, dat maakt niet uit, bij wijze van spreken. Dus onze insteek was, hoe kunnen we ruimtelijke planners meetrekken in het verhaal? Daar hebben we eigenlijk toch wel de trend gezien, en ik hoop dat jullie dat met ons vaststellen, van dat de aandacht voor ruimte van voedsel inderdaad de afgelopen jaren flink is gegroeid, ook bij ruimtelijke planners. Daar was ook wel de opmerking van, ja, eigenlijk is het deels ook oude wijn in nieuwe zakken, in de zin van, ja, ruimtelijke planners of het gemeentelijk beleid heeft natuurlijk traditioneel gezien wel veel aandacht voor landbouw, voor natuur, voor open ruimte. Bijvoorbeeld in de gemeentelijke structuurplannen 20 jaar geleden, ja, daar zijn hele hoofdstukken geschreven over landbouwbeleid, over groenbeleid en dergelijke. De insteek van het voedsel is daar eigenlijk een nieuwe of een frisse insteek in. Ja, je zou kunnen zeggen van, goh, oude wijn in nieuwe zakken. Het voordeel van te werken met voedsel is dan inderdaad wel, het is heel integraal. Dus het heeft ook aspecten van gezondheid, draagt het met zich mee, van economie, van betaalbaarheid. En ja, bij die sectorale aanpak vanuit puur landbouw of puur vanuit groen, heb je dat een stukje minder. Dus in die zin is het meer dan oude wijn in nieuwe zakken. Wat wel is opgemerkt van, goh, het is heel erg belangrijk dat er binnen de gemeente ook wel iemand bevoegd is of is aangewezen, is vrijgesteld om met een lokale voedselstrategie aan de gang te gaan. Want als er dat niet is, ja, dan is het toch heel moeilijk om resultaten rond voedselstrategie te boeken. De aanleidingen om te werken rond voedselstrategie, dat leek ons, ja, duidelijk of evident, al raden jullie ook wel, van klimaatuitdaging, voedselnabijheid, dat is allemaal, die aandacht daarvoor is flink toegenomen. De coronacrisis heeft daar ook toe bijgedragen, nu ook in verband met Oekraïne, toch dat we ons steeds meer de vraag stellen van, ja, is het normaal dat we voedsel van overal vanuit, of grondstoffen van overal uit de wereld naar ons toe laten komen? Is het ook niet belangrijk dat we bepaalde delen zelf kunnen verbouwen en dus ook ter plekke produceren? Het welzijnsaspect is ook nog eens een aspect, zodat kinderen zien waar ons voedsel daadwerkelijk vandaan komt. Daarbij was wel de bedenking gemaakt van, goh, er zijn ook wel wat tegenstromen aan de gang, in de zin van dat... ik moet eigenlijk eerst vertellen, een belangrijke trend of problematiek daarbij werd eigenlijk opgemerkt, is hoe je vraag en aanbod bij elkaar krijgt. Ik denk dat dat de meest rechtse postertjes waren. Dus waarin we vaststellen van, oké, in de meeste gemeenten of in een aantal gemeenten zijn er inderdaad wel bioboeren actief. Er is ook een cliënteel die producten wil kopen. Maar hoe krijg je nu vraag en aanbod bij elkaar? Dat is eigenlijk het distributieverhaal.
Doe je dat in een lokale winkel in het centrum van de stad? Bied je daar het voedsel aan of zorg je daar voor een afhaalpunt? Ja, daar is vaak de ruimte niet. Soms zoek je dan naar een bedrijfshal op een industrieterrein, maar dat is dan eigenlijk ook niet wat je zoekt. Bezorgen bij de mensen thuis. Dus het distributieaspect was eigenlijk een belangrijk aspect daaraan. In het kader daarvan kwam ook wel de discussie aan bod, ja, de supermarkten. Waarbij eigenlijk er toch wel bij sommigen, niet binnen in onze groep, maar er werd wel op gewezen dat er bij sommigen het idee heerst dat eigenlijk de supermarkten zo efficiënt georganiseerd zijn. Die maken gebruik van grootschalige landbouw, die hebben goede distributiesystemen, of efficiënte. Die kunnen de producten ideaal opslagen in hun winkel. Die meten dat ook allemaal, wat de omzet is, waardoor ze wellicht ook minder afval hebben. En dat is een soort van tegenbeweging die aan de gang zou zijn om tegen de korte keten, omdat per saldo hun CO2-uitstoot dan toch lager zou kunnen zijn dan korte ketenlandbouw. Dus dat was eigenlijk een bedreiging, zal ik maar zeggen, die gesignaleerd werd korte ketenlandbouw heeft de wind in de rug, maar een trend is eigenlijk ook wel een tegenstroom daarin. Eens even kijken, wat had ik nog geschreven? Ik kan het nu zelf niet goed lezen meer wat er staat, maar ik denk dat ik zo het belangrijkste wel gezegd heb. Ja, oké, dankjewel Xavier. Dankjewel groepje 2. Jullie kunnen zeker ook nog eens een kijkje nemen bij elkaar door even op het bord te verschuiven. Ja. Maar dankjewel groepje 2. Ik ga over naar groepje 3. Wie mag ik daar het woord geven? Ja, dat ben ik. We hebben inderdaad vooral gesproken over hoe kan je dus als gemeente aan de slag met een voedsellandschap. We hebben ook niet al helemaal het plan gevolgd. We zijn eigenlijk gewoon zo wat spontaan dan in gesprek gegaan over de knelpunten. En hoe wij het dan al vooral als lokaal bestuur ervaren, welke trends dat we zien. Eén belangrijk, ik heb al dingen al gehoord die ook bij ons aan bod gekomen zijn. Bijvoorbeeld, wat wij dan ervaren als knelpunt, vanuit dan eigen ervaring, dat we wel in wat tijd en kennis ontbreken voor specifiek het landbouwbeleid. Dan merk ik toch dat iets... Ik moet dan eigenlijk misschien tegenspreken wat de vorige... groep zegt dat er wel heel veel aanwezig is en beleid geschreven wordt. Ik moet dat een beetje tegenspreken. Ik denk vanuit Stad Kortrijk misschien wel in het Knop en zo, maar dat zijn hele oude documenten. In ons bestuursakkoord moet ik zeggen dat landbouw eerder stiefmoederlijk behandeld wordt. Maar vanuit administratie merken wij wel dat er wel meer en meer aandacht gaat naar het open ruimte in zijn geheel en niet enkel het groene, de groene invulling en de bebouwde ruimte, maar dat het open ruimte en het landbouwverhaal wel meer en meer aandacht krijgt. Maar dan moet wel ook op bestuursniveau, merk ik dat toch nog niet volledig... onze schepen van landbouw, dat is voor hem een extraatje die hij erbij heeft, maar hij focust zich toch meer op economie en op sport. Maar enfin, dus dat is een knelpunt die wij ervaren, maar wil ik zeker... daar meer tijd in investeren dan het kennis, want zoals gezegd, landbouw is een complex gegeven. Er wordt dan ook aangehaald dat het ook niet altijd evident is om alle actoren te bereiken. Landbouw is oké, consumenten dat hebben we ook wel in de vingers, maar dan vooral die ondernemers, die bedrijven, die tussenschakels, hoe gaan we die, moeten we die eigenlijk bereiken? Hoe kunnen we daar zorgen voor een goede connectie? Het ging ook op een bepaald moment over korte keten en de verkorte keten. Dat is een nieuwe term voor mij, maar zeker interessant. Het werd dan als voorbeeld werd aangehaald de molenaar die wel bloem gebruikt. Misschien wel niet van de korte keten, maar dan die molenaar die wel een afzetmerk heeft met de bakker in de buurt. Dus dat vind ik ook wel, vond ik zelf ook wel een interessante insteek. De trends
van waar komt het? Dat is inderdaad altijd de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis. Dat maakt natuurlijk dat er veel meer aandacht gaat naar het meer duurzame landbouw, het niet meer gebruiken van pesticiden en andere organische meststoffen. Hoe gaan we eigenlijk ons verhaal? Kunnen we voor een win-win zorgen? Kan de landbouwer eigenlijk ook een verdienmodel van maken? En de voordelen voor de boer. En dan had het ook wel van, ja, dat is allemaal goed en wel. Het korte verhaal, het korte keten en biologische landbouw. Maar als je dan in de rekken kijkt, de supermarkt, en je ziet de twee appels, de appel die dan door een landbouwer op 10 kilometer afstand geproduceerd is, anderzijds de appels verderaf in containers verscheept naar hier, dan toch merk je dat de consument eerder kiest en naar zijn portefeuille kijkt en uiteindelijk voor de goedkopere appels kiest. Dus hoe kunnen we, los van eigenlijk het storytelling, het verhaal vertellen, toch ook maken dat de consument zich daar ook naar gedraagt? Waar ik dan op aangaf van het eigenlijk zelf heb je dus, er is een gedeelde verantwoordelijkheid, er is een supermarkt, er is een consument, er is het lokaal of het bestuur of de overheid. Hoe kunnen we daar als lokaal bestuur ook voor zorgen? We hebben natuurlijk ook een belangrijke voorbeeldfunctie en dat is één, het communiceren daarover, maar ja, daarmee, dat is misschien niet voldoende. En ja, dan was het een vraagteken, daar werden we overgezet terug naar de algemene, naar de hele groep hier. Dus ja, redelijk nog wel vragen en knelpunten zo, die wij, die maken dat misschien, dat het een complex verhaal is, maar waar we zeker wel mee aan de slag kunnen moeten gaan. Dankjewel, Katrien. Dankjewel, groepje 3. Jullie hebben heel wat elementen inderdaad gedetecteerd. En dat is goed, hè, in deze fase. Het is in de namiddag dat we het meer concreter gaan proberen maken en eens gaan nadenken over welke ambities kunnen we zetten als lokaal besturen. Waar moeten we naartoe? Vanuit al die elementen dat jullie ook aangeven. Dankjewel, groepje 3. En dan heb je nog groepje 4. Wie mag ik daar het woord geven? Ja, dankjewel Jan. Ik zal namens de groep als woordvoerder optreden. We hadden ook een bijzonder interessante stelling om te tackelen. Dus hoe kunnen wij als lokaal bestuur gaan inzetten op een gezonde en duurzame voedselomgeving? Ligt misschien ook een beetje in het verlengde van de stelling van daarnet. Wij hebben een aantal trends weten te identificeren. Veel zaken zijn al aan bod gekomen in de andere groepen. Er is een grote druk op de open ruimte en landbouwruimte bij uitbreiding. Grond voor boeren die wordt al maar duurder. Er is ook wel een toenemende link tussen voeding en gezondheid. Mensen zijn omwille van de coronapandemie meer gaan nadenken over hoe ze consumeren en wat ze consumeren. Er is nog altijd een tegenstelling tussen economische globalisering, die al sinds lang een feit is, en de nood aan lokale productie en verankering. Het aanbod van goedkoop voedsel, ja, dat is er. Hè. En het gaat vaak meer over kwantiteit dan kwaliteit. De link tussen stad en platteland, die is verdwenen. Meer mensen zijn ook gaan wonen in de steden. Wij hanteren nog te vaak als consument ongezonde en niet duurzame voedingspatronen. Dan kijken we ook naar minder bedeelde doelgroepen, die jammer genoeg ook aangewezen zijn op goedkopere en vaak minder kwalitatieve voeding. Veel ziektes die gelinkt zijn aan onze manier van consumeren. Dat is het wat, wat de trends betreft. Dan naar de aannames, de uitdagingen die onze prestaties beïnvloeden. Dus we kunnen de link tussen natuur en landbouw wel degelijk herstellen. Tegelijkertijd stond er een post-it over het feit dat landbouw en natuur niet samengaan. Waarbij, als we naar het verleden kijken, ook wel vaststellen dat landbouw een behoeder van de open ruimte is en nog altijd kan zijn. En ook kan instaan voor natuurbeheer en natuurversterking. Er is de transitie naar nieuwe economische modellen, hoe moeilijk die ook zijn. Dan denken we aan een ander soort landbouw, weg van de traditionele, industriële, monofunctionele landbouw, waar we in Vlaanderen denk ik wel nog voor een tijdje in vastzitten.
de nood aan een klimaatbewuste omslag van onze voedselproductie, dus waar dat we heel fel de link leggen tussen het klimaat enerzijds en voeding anderzijds. Hoe we produceren heeft ook uiteraard een impact op het klimaat. We kunnen iedereen voeden met gezonde en duurzame voeding. Lokale economie is te kleinschalig. Gezonde voeding is ook vaak nog een privéprobleem, stigmatisering van het individu. En dus vaak ook een verhaal van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van die duurzame voeding. De armoede is toegenomen door opeenvolgende crisissen. Dan ga ik over naar het rechtergedeelte van het Mirobord. Hoe kunnen wij dan de link gaan leggen tussen beleidsdomeinen intern en ze gaan betrekken? Ik denk dat het duidelijk is dat voeding een heel complex thema is. Op het eerste zicht lijkt het gemakkelijk, maar hoe dieper je induikt, hoe moeilijker het wordt. Dus er is een nood aan een brede, holistische, integrale aanpak. Dat gaat over gezondheid. Kijken we ook naar ruimtelijke planning, lokale economie. Is er een strategische cel die een beetje coördineert? Het sociale aspect mag uiteraard ook niet ontbreken. Onderwijs is een heel belangrijke actor in het verhaal. Er moet ook voldoende aandacht zijn vanuit de bestuurskamer voor voeding. Het pleidooi om op een strategische manier rond voeding te gaan werken. Daar is een soort van strategisch programma rond te gaan ontwikkelen. Duurzame aanbestedingen in onderwijs dus te gaan doen. Dus met focus op gezonde en betaalbare voeding. Naar een analogie van de klimaatcoalitie. Hier spreek ik alleen vanuit Oostelaar. Als beleidsmedewerkers zijn we bezig met een klimaatcoalitie. Kunnen we daar eventueel ook een voedselcoalitie op zetten? Waar we dus dan niet alleen intern, maar ook extern handreiken met heel wat voedselactoren. Dat gaat van voedingsbedrijven tot ziekenhuizen, woonzorgcentra. En kennisinstellingen die ook bezig zijn met onderzoek en innovatie rond voeding. Ook mensen terug in contact gaan brengen met voeding op laagdrempelige manier. Bezoek aan korte keten, aan biologische landbouwbedrijven, de burger terug weer. Bewust maken rond gezonde voeding en het belang van een open en productief landschap. Het opzetten van regionale voedseldistributieplatformen, dus niet enkel vanuit de stad, maar ook op regionaal niveau, om voedselverspilling tegen te gaan. Koken kost geld uiteraard. Vlaanderen moet ook zijn rol spelen. Ook kijken hoe we dus regionaal, dus B2B korte keten aankopen kunnen opzetten. Dus ja, heel wat werk op de plank, zou ik zeggen, in een bijzonder interessant en uitdagend thema. En waar dat we denk ik allemaal ons bewust zijn van dat de verandering bij onszelf begint en dat wij als consument en als burger misschien meer hefboom in handen hebben om de omslag te maken naar een meer duurzame en gezonde voedselomgeving. Oké, dankjewel. Stanislas, dankjewel. Ook groepje 4. Inderdaad, heel wat elementen die jullie ook aangeven. En daar gaan we dus deze namiddag mee verder. Dus al die zaken die jullie hier hebben gecapteerd, die gaan we ook zoveel mogelijk gebruiken in de namiddag. Om dan ja, wat meer in de diepte te gaan. Hè. Welke ambities kunnen we zetten? Wat zijn onze doelstellingen? En hoe kunnen we die ook vormgeven in een lokale voedselstrategie? Wat zijn de noden dan? De middelen die we nodig hebben om daartoe te komen. Dus dan gaan we in de diepte, ieder team ook in functie van de stelling. Maar dank jullie wel, alle vier de groepjes, voor die zeer interessante elementen alvast. Alvorens dat we in middagpauze gaan, misschien heel kort nog eens. Jullie hebben nu een eerste oefening gedaan rond systeemdenken. De bedoeling is, als het gaat over systeemdenken, dat je even goed nagaat of gaat analyseren, gaat verstaan, gaat leren begrijpen wat het is, wat er probleem is, wat de uitdagingen zijn in functie nu van jullie thema. Om dan ook vanuit die zaken te gaan nadenken, what can be, hoe gaan we innoveren, hoe kunnen we transformeren. Als het gaat over systeemdenken, ja, dan gaan we vaak uitzoomen. Dan gaan we vaak feedback loops gaan proberen inbouwen. We gaan het volledige systeem in kaart proberen brengen. We gaan nadenken hoe dat we kunnen samenwerken met andere partijen, andere stakeholders. En we gaan zeker ook nagaan wat zijn mogelijke onbedoelde effecten of gevolgen en hoe kunnen we die minimaliseren. Ik zeg dat nu zeer eenvoudig, maar dat is het niet. Hè. Voor alle duidelijkheid, er zijn verschillende soorten oefeningen rond systeemdenken. We hebben nu rond die ijsberg eens nagedacht.
Maar je zou bijvoorbeeld ook een bepaald project of een bepaalde actie of doelstelling is van boven op die ijsberg kunnen zetten. Is nagaan van hoe doen we dat op dit moment? Hoe kunnen we dat analyseren en hoe kunnen we dat verbeteren? Een andere mogelijke oefening, als het dan gaat gelinkt met die SDGs, die heel veel van jullie lokale besturen ook gebruiken, ook in functie van het thema, is om bijvoorbeeld uw meerjarenplan, een actie, project, doelstelling, departement of zelfs misschien je eigen functie, is in het midden van de SDG-cirkel te zetten en is na te gaan, ja, welke impact heb ik op die SDGs? Op SDG 12, 14, maar evengoed op SDG 1, 5 enzovoort. Sowieso een interessante oefening, denk ik, ook in functie van jullie stellingen van vandaag. Welke impact heb je op people, op planet, op prosperity, op peace en op partnership? Hoe hou je rekening met sociale zaken, milieuzaken, met innovatie, infrastructuur, maar ook met, zeg maar, good governance, transparantie en met welke partners, gemeente, intern, extern, kan je samenwerken? Dus het is een andere soort systeemdenkoefening waar dat we jullie uitnodigen om daar ook eens mee te experimenteren na vandaag. En dan gaan we zo dadelijk in middagpauze tot 1 uur, een uurtje ongeveer. Maar voordat we in middagpauze gaan, misschien nog even het woord aan Steven, die ook nog iets wil delen. Misschien wat inspiratie voor jullie middagpauze. Wie inderdaad nog niet genoeg heeft van het digitale momenteel eigenlijk ook wat inspiratie wil opdoen bij een topchef, er staat een link in de chat met een workshop, met topchef Nicolas de Kloet van Humus en Hortense. Uiteraard, die link kunnen jullie nadien ook nog bekijken. Smakelijk iedereen. Smakelijk en tot straks om 1 uur dezelfde link. Tot zo. Welkom terug en hopelijk heeft de lunch gesmaakt. We gaan van start terug met even een energizer. We hebben 3 quizvragen voor jullie voorbereid in lijn met het thema van vandaag. En daarvoor gaan we even werken met Mentimeter. Dus ik nodig jullie uit om even naar menti.com te gaan, gewoon in jullie browser. En de code in te vullen die jullie hier zien. 2954-7314. En daar gaan jullie een eerste vraag zien. Een basisschool heeft gemiddeld 3,8 gemakswinkels en 6,3 fastfood restaurants binnen een afstand van ongeveer 1000 meter. Hoeveel is dit voor secundaire scholen? Is dat 4,3 gemakswinkels en 7,2 fastfoodrestaurants? Is dat 3,5 gemakswinkels en 8,6 fastfoodrestaurants? Of gaat het over 7,6 gemakswinkels en 12,7 fastfoodrestaurants? Antwoord A, B of C? Misschien intussen, voor alle duidelijkheid, Steven, kan je nog even duiden wat we bedoelen met gemakswinkels. Ik denk dat fastfoodrestaurants wel voor iedereen duidelijk is. Maar misschien als je daar nog iets meer over wil duiden, dan mag je dat gerust doen. Voilà. Geunmuted, ja, gemakswinkels, dat zijn dan ook bijvoorbeeld nachtwinkels, bijvoorbeeld, waar dat dan hoofdzakelijk niet zo'n gezonde en duurzame voeding aanwezig is. Ja. Dankjewel. Intussen komen er antwoorden binnen, al 8 antwoorden. 2 antwoorden A, 4 personen B en 3 intussen C. Heel even wachten. Het zijn niet alleen nachtwinkels, het kunnen ook kleine supermarkten zijn bijvoorbeeld. Maar waar het ook bekend is dat dat meestal niet zo'n gezonde en duurzame voeding is dat ze aanbieden. Goed, dan gaan we eens kijken naar het juiste antwoord. Het ligt zeer verspreid te antwoorden en het juiste antwoord is C.
gemiddeld 7,6 gemakswinkels en 12,7 fastfoodrestaurants binnen een afstand van ongeveer een kilometer voor secundaire scholen. Toch wel iets pak meer dan bij basisscholen nog. Ik weet niet, Steven, of je daar iets meer rond wil zeggen. Ja, dat zijn eigenlijk cijfers van de eerste studie in Vlaanderen van Scienziano, die het verband tussen de voedselomgeving rond scholen en het gemiddelde BMI van de leerlingen kwantificeert. En die studie die toont eigenlijk aan dat een hogere concentratie van ongezond voedingsaanbod rond scholen dus de gewichtsstatus van onze jeugd zeer negatief beïnvloedt. Ik weet niet of dat Jeroen Kant is er vandaag ook aanwezig, of dat hij bij die studie ook was betrokken, of dat hij daar nog iets aan wil toevoegen misschien. Ik was daar niet bij betrokken, ik zat in de klankbordgroep, dus het was wel heel gemakkelijk voor mij. Maar ja, ik denk dat ook dat de vraag een logisch antwoord is, omdat basisscholen veel meer verspreid zijn, dus ook in kleine dorpen. Maar het is dus effectief, misschien om nog aan te vullen op wat Steven zegt, het is heel belangrijk dat de jeugd gezond eet, want zie dat de gezondheidspatronen in onze jeugd, onze dieetpatronen in de jeugd, onze dieetpatronen als volwassenen bepalen. Dus en obesitas en overgewicht in kinderen leidt meestal ook tot overgewicht en obesitas in volwassenen. Dus het is een heel belangrijk onderwerp. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel Jeroen, dankjewel Steven. Drie mensen hebben het juist. We gaan eens zien voor de tweede vraag. Daarvoor mag ik naar de volgende. De gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond bedroeg in 1995 ongeveer €9.727. Hoeveel was dat vorig jaar? Hoeveel euro is dat? A, B of C? Een 12.000, een 22.000 of een 46.000? De eerste antwoorden komen binnen. De meeste kiezen voor antwoord C. We gaan eens kijken of dat juist is. Ja, dat klopt. Vorig jaar was dat ongeveer €46.778 voor 1 hectare landbouwgrond. Toch een significant verschil met ongeveer 25 jaar geleden. Steven, een reactie van jouw kant. Sorry. Ja, uiteindelijk gaat dat hier over die grondenproblematiek, hè, dat de grond duurder wordt. Het verdwijnt ook elk jaar een agrarisch gebied. Dat was aangeduid om landbouwgrond te blijven. Misschien dat ik hier ook even, Petra, misschien wil jij aanvallen. Voilà, ze heeft al in de chat aangegeven. Ja, absoluut. Volgens een notarisbarometer was de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in Vlaanderen €63.000 per hectare vorig jaar. Dus dat is behoorlijk veel. In sommige gebieden, bijvoorbeeld West-Vlaanderen, liep dat zelfs op tot €73.000 per hectare. Dus dat is enorm. In Wallonië ligt dat ietsje lager. Dus als je het gemiddelde neemt van België, dan kom je wel lager uit. Maar voor Vlaanderen is het dus echt wel 63.000. Onbetaalbaar. Als je dat als boer moet terugverdienen binnen één carrière, dat is echt onmogelijk. Mm-hmm. En die grond was ook eigenlijk een beetje het pensioensparen, zeg maar. Zo hebben heel veel boeren altijd geleefd, inderdaad. Hè? Dus men zegt wel eens dat een boer arm leeft en rijk sterft, omdat landbouwgrond heel vaak inderdaad een soort van spaarpot is. Een boer zal ook niet graag grond verkopen. Maar als je niet uit een boerenfamilie komt en je wilt gaan boeren, dan is het eigenlijk bijna niet te doen om zelf landbouwgrond te kopen voor je bedrijf.
Dus dat is een hele moeilijke kwestie. Ja. Inderdaad. Ik denk ook problematiek voor veel jonge boeren die het ook wel anders willen doen, maar eigenlijk niet aan grond geraken. Dus het is belangrijk dat we dat toch even hebben aangehaald. Ik zie dat Stanislas ook nog heeft aangegeven dat in Wallonië toch nog wel beduidend lager is. Ook wel al hoog, maar toch een groot verschil. Mm-hmm. Stanislas, wil je nog iets toevoegen of gaan we naar de volgende vraag? Oh, puur anekdotisch. Ik heb zelf wel de plannen. Ik zou graag een wijngaard opstarten. Dus ik zit al een tijdje om dat idee te broeden. En ik heb zelf ook landbouwgrond gekocht, 2 jaar geleden. Ik heb daar heel lang naar op zoek moeten gaan. Omwille van 2 redenen. Eerst en vooral omdat het specifieke landbouwgrond betreft om dat soort activiteit te gaan ontplooien. En 2, ook omwille van de prijs. En ik ben in Wallonië geëindigd. Waar het nog schappelijk was en in Vlaanderen is het gewoon onbetaalbaar. Een ander aandachtspunt ook, maar ik was het daarnet in de chat aan het geven of aan het plaatsen, is het feit dat er heel veel landbouwgrond ook in pacht zit en waar je gewoon niet aan kan. Omdat die pachtwetgeving nogal stringent is en de boeren heel veel beschermt. Op zich is dat wel een positief gegeven, maar als je gewoon neofiet of zoals daarnet Petra zei, een plan hebt om wel te gaan boeren, dan is 25% van de beschikbare landbouwgrond vrij van gebruik. Maar dan is de keerzijde van de medaille ook dat die meestal veel duurder is, net omdat die vrij van gebruik is. En is de landbouwgrond die in pacht zit, net goedkoper. Dus dat is ook wel een bijkomend aandachtspunt. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Zeker. Eigenlijk, en dat is al kei lang, in België, Vlaanderen is makkelijk 2/3 van de grond valt onder pacht. En op zichzelf is dat bedoeld om landbouwgrond te vrijwaren voor landbouw. Het groot probleem bij verkoop is dat het al lang die grond niet meer verkocht wordt met de bedoeling we gaan daar landbouw op doen. Maar dat effectief mensen met paarden, mensen die daar een grote tuin van willen maken, dus de verpaarding, vertuining, maakt dat die prijzen zo verschrikkelijk omhoog gaan. Omdat voor een hobby mag die een grond kosten, maar als het effectief gaat voor landbouwproductie, ja, dan houden die grond wat, die prijs wat in evenwicht met opbrengst. Dus eigenlijk het feit dat landbouwgrond gebruikt wordt voor niet-landbouwdoelstellingen is volgens mij een veel groter probleem dan het probleem is de grond in eigendom van de boer of niet. Want er is een goede pachtwet die de boeren beschermt. Nu, men is bezig met de pachtwet te veranderen. Maar dus het niet landbouwgebruik drijft de prijs vooral omhoog. En in Vlaanderen hebben we nu net veel meer niet landbouwgebruik dan in Wallonië. En ik denk dat daar een rol weggelegd is voor overheden met eigen grond. Hè? Zorg dat die grond, door welke boer dan ook, kan mij op zich niet schelen, zorg dat hij alleen gebruikt wordt voor boeren, voor productie, plant- en dierproductie. Ik denk dat daar ook voor jullie een grote verantwoordelijkheid ligt. Dankjewel, Annemarie. Ik zie ook dat er heel veel mensen met jou eens zijn in de chat. Dankjewel. En dat geeft al zeker weer wat meer inzichten ook voor straks verder in de oefeningen te gaan. Ik stel voor dat we naar de derde vraag gaan. En die is er als volgt uit. Hoe noemt men een open ruimtegebied waar lokale samenwerkingen verschillende open ruimte uitdagingen aanpakken? A, B, C, een voedsellandschap, een voedselpark of een landbouwpark? Ik zie ook al in de chat, Steven heeft het al gezegd, er zijn meerdere antwoorden mogelijk. En dat is ook het geval hier. Het is namelijk zo dat zowel A, B
als C een juist antwoord is. Zowel een voedsellandschap, voedselpark, landbouwpark. Steven, wil je daar iets over zeggen? Ja, heel kort. Hè. Ik denk dat Annemarie daar veel beter iets over kan zeggen, omdat die een mooi handboek heeft geschreven rond voedsellandschappen, waarin zij ook aangeeft dat die benaming soms soms hetzelfde betekent, soms niets. Dus er zijn best wel wat termen. Maar ik denk dat in C, wat een voedsellandschap is, ik zal misschien de definitie in de chat zetten. Het is een lange definitie, maar misschien dat Annemarie misschien kort iets wilt extra info of extra duiden. Ja, nu, ik heb niet geantwoord omdat ik dacht, hè, het open ruimtegebied als een voedselland. Dus ik heb een jaar op voedsellandschappen gewerkt. Een voedsellandschap is een gebied waar je vertrekt vanuit landbouw, vanuit voedselproductie. Terwijl, zoals de vraag gesteld is, open ruimtegebied, ja, dat kan evengoed natuur zijn. Dat is ook open ruimte, dus, maar daar ligt de klemtoon niet op voedselproductie. Dus een voedsellandschap, voedselpark, landbouwpark, ik zou bijna zeggen, noem het hoe dat je wilt, maar ik zal zobiet zeggen dat je dat beter niet doet. Een voedsellandschap is vertrekken vanuit een gebied dat voorbestemd is voor landbouw, waarbij de hoofdactiviteit en de hoofdactoren landbouwers zijn, maar waardoor je door andere invullingen, door samenwerking met landbouwers en andere actoren, zorgt dat dat open ruimtegebied meer is dan een voedselproductiegebied. Daar kan toeristisch aantrekkelijk zijn, kan daar iets beleven, dat kan een combinatie zijn met zorg, aandacht voor natuur, aandacht voor landschap, noem maar op. En zo gaat eigenlijk meerwaarde creëren op een gebied en die boeren laten verder kijken dan puur hun zuivere productie van plant of dier. Waarom zeg ik dat de naam er op zich eerst niet toe doet, eigenlijk wel toe doet? Je merkt dat die namen door elkaar gebruikt worden. Hè? Voedselpark, landbouwpark. Wat ik wel merk, als je bij boeren komt, en dat zien we nu ook met die landschapsparken, als dat idee voorgesteld wordt aan de landbouwers, dan zeggen zij al direct, als ze die naam park zien, en het volgende dat je gaat doen, dat is een omheining rond ons zetten en de mensen mogen naar ons komen kijken. Maar eigenlijk hebben wij geen... eigenlijk zijn we een attractie geworden. Terwijl wij op de allereerste plaats, voor ons is landbouw, dat is ons werk, dat is ons inkomen. En ik denk dat dat heel belangrijk is in alle overleg met open ruimte, waar dat gaan landbouwers vraagt om meer te doen. Besef dat het voor hen hun inkomen is, dat ze zeer zeker mee willen in veranderingen, maar dat ze dat niet ten koste van alles gaan doen, want als het drukt op hun inkomen, die marge hebben ze niet. Maar als eigenlijk nevenactiviteiten zorgen voor een meerwaarde, liefst in euro's, maar is het meerwaarde creëren op vlak van vergroening, van imago, opbouw enzovoort, dat je landbouwers zeer zeker mee in beweging kunt brengen. Maar je moet erkennen, ja, dat bij hen is het is een job, het is geen hobby. Ik zeg dat heel vaak. Allee, ik ben van Boerenbond, het verschil tussen de leden Boerenbond en leden Natuurpunt. Onze leden moeten hun inkomen halen uit hun activiteit. Leden van Natuurpunt die tijdens het weekend in een natuurgebied gaan werken, fijn, heel tof. Maar maandag doen zij een totaal andere job waar dat ze hun inkomen uit halen. Hè. Dus dat kijken hoe voor ogen houden. Maar als een boer ziet dat hij meerwaarde kan creëren, onder welke vorm ook... dan gaat hij zeker mee in het verhaal. Dus spreek dan liever over een voedsellandschap dan over een park. Want bij hen is een park nogal een bezoeksgebeuren. Dankjewel, Annemarie. En zo hebben we drie vragen beantwoord. Zijn we iets wijzer geworden. En denk ik ook met de extra uitleg van de mensen hier aanwezig. Geeft dat weer extra inspiratie ook om het tweede deel in te zetten. Dus dank je wel daarvoor. Voor het tweede deel gaan we verder bouwen op de systeemdenkoefening van deze ochtend. En gaan we iets concreter gaan nagaan hoe dat we dat in de ideale wereld kunnen gaan vormgeven. Ik ga dat even tonen aan de hand van het Miro-bord, hoe dat we te werk gaan gaan. Hier heb je het voorbeeldje van team 1. Zij hebben hier de ijsbergoefening gedaan. En je gaat nu heel even opschuiven naar rechts. En daar zie je de volgende oefening. De oefening ziet er als volgt uit. Hoe kan je lokaal bestuur in de ideale wereld via
een gemeentelijke landbouwgrond de SDGs helpen realiseren. Je gaat echt op je stelling werken van deze ochtend. Denk ook lange termijn, hè. Denk richting 2050. Denk ook terug aan de systeemdenkoefening. En de vraag is of de uitdaging is om dat te formuleren in één doelstelling of één ambitie. Een ambitie waar dat we de Amore-check is doen. Probeer eens na te denken hoe je een ambitieus, motiverende, maar ook onderscheidende, relevante, voor alle stakeholders, een echte ambitie of doelstelling kan formuleren in functie van je stelling. Dus team 1 gaat werken op deze stelling, het lokaal bestuur in de ideale wereld via een gemeentelijke landbouwgrond. Hoe kunnen zij de SDGs helpen realiseren? Team 2 gaat op deze vraag verder werken. Hoe kan je lokaal bestuur in de ideale wereld de ruimtelijke planners mee in het voedselverhaal nemen? Probeer eens een ambitie te formuleren. Doe daar de Amore-check op. En neem gerust ook elementen mee van jullie systeemdenkoefeningen. Jullie kunnen post-its verslepen, copy-pasten naar het bord hier. Team 3 gaat werken rond de vragen: hoe kan je lokaal bestuur in de ideale wereld aan de slag gaan met een voedsellandschap? Denk richting die 2050, doe die Amore-check. En team 4 gaat dan inderdaad op deze stelling verder werken. Hoe zet je als lokaal bestuur in de ideale wereld in op een gezonde en duurzame voedselomgeving? Denk daar eens in jullie groep over na. Formuleer het in de vorm van een doelstelling of ambitie. Doe die Amore-checkjes en neem gerust elementen mee vanuit die systeemdenkoefening. Ziezo, jullie hebben daar een 40-tal minuutjes voor. Het is dezelfde link. Ik zal die nog eens delen voor alle zekerheid in de chat. En dan wens ik jullie een goed dialoog, tenzij er nog vragen zijn. Nee, ik heb één opmerking, Jan. Die 2050, hè, als je daar bij boeren mee afkomt, dan gaan die zo heel vaak reageren. We moeten er geraken. Maar eigenlijk, een jonge gast die vandaag begint, is in 2050 zo goed op flow in zijn loopbaan. En als je dat zegt, dan willen ze eigenlijk vaak wel meedenken. Als ze dan beseffen van, ja, ik ben dan eigenlijk nog niet op pensioen, ik zit dan in het volle van mijn bedrijf. Dat klinkt heel ver, maar dat is eigenlijk goed een helft van je loopbaan doorlopen. En dat helpt heel vaak om hem wel... 2040 klinkt dan iets realistischer, omdat dat in de helft van je loopbaan is voor iemand die vandaag begint. Maar moest je lokaal ondervinden dat je boeren niet meekrijgt, omdat dat zo heel ver klinkt. Als je het zo vertelt, is dat wel een stuk realistischer. Ja, dat is een goed punt dat je aanhaalt, Annemarie. Dank je wel daarvoor. De bedoeling hier is vooral inderdaad iets langer durven denken, hè, dan zeg maar 2, 3, 4, 5 jaar. Maar dat je inderdaad meer denkt richting, is het 2040, 2050, 2060 misschien zelfs. Lange termijn denken, wat is de grote ambitie? Jullie kunnen ook zeg maar een paar tussendoelstellingen of tussenambities ook formuleren. Maar idealitair kom je per groepje ook aan één grote ambitie. En straks gaan we dat meer uitdiepen. Hoe dat je daartoe kan geraken. Wat zijn de tussenstappen? Wat zijn de noden? Wat zijn de middelen? Wat zijn de partners die je nodig hebt om je ambitie te halen? Maar dus voor nu, volgende 40 minuten, en dan gaan we ook even 10 minuutjes pauzeren daarna, graag even nadenken over wat is de ambitie, de doelstelling die je zet. Doe daar eens de Amore-check op. We vragen ook opnieuw een nieuwe spokesperson om ook na deze 2 oefeningen even terug te koppelen naar de groep. Ziezo, ik ga de rooms weer openen. Dat is bij deze gebeurd. Jullie kunnen zelf naar jullie groepje gaan. Het is dezelfde groep als deze voormiddag. Jan, ik ben juist aangesloten. Hè? Marlies Keijers van de dienst Landbouw, provincie Antwerpen. Waar sluit ik aan? Ik ga eens even kijken naar waar je naam stond. Dan komen we aan het laatste deeltje van deze thematische voedseldag. En ik ga heel even aangeven wat de bedoeling is. Hier zien jullie de oefening die jullie gedaan hebben. Jullie, denk ik, hebben
zijn meer en meer gekomen tot een ambitie of een doelstelling of meerdere. En nu is de vraag vervolgens, ja, formuleer eens wat er nodig is om tot die doelstelling te komen. Wat is er nodig om die ambitie of doelstelling te halen? Welke partners heb je nodig, intern, extern? Welke middelen heb je nodig? Welke tussenstappen zijn er ook nodig om je ambitie of doelstelling te halen? En hoe ga je vooruitgang meten? Voilà, dat is eigenlijk de laatste oefening om zo concreet mogelijk eens na te denken over, ja, als je dat zou toepassen in een lokale voedselstrategie, wat zijn de elementen om daartoe te komen? Dus probeer zeker al zo concreet of praktisch mogelijk zaken te formuleren. Ziezo, dus jullie werken verder zoals jullie bezig waren in de groepjes. Ik ga onmiddellijk terug de breakout rooms openen. En dan worden jullie automatisch terug in de groepjes gedaan. Vragen hierbij? Alles duidelijk nog? Oké, en dan verwachten we van een één spokesperson om straks ook een paar zaken te delen met de groep. Dus hiervoor krijgen jullie nog een twintigtal minuutjes. En dan komen we terug in de algemene room. Zo, succes, tot straks. Ziezo, welkom terug. Recorded. Welkom terug in de plenaire sessie. Voor het laatste stukje, we zijn heel benieuwd naar de verschillende groepjes, naar ieders ambitie of doelstelling rond de stelling en ook wat de noden zoal zijn die jullie zien, zowel de partners die jullie nodig hebben, de middelen, de tussenstappen enzovoort. Zullen we eens omgekeerd beginnen? Groepje 4. Wie is daar de spokesperson? Intussen, de hele dag heeft al is Joyce aangesloten, die alles visueel aan het meetekenen is. Dus zij gaat ook straks kort aan jullie voorstellen wat er zoal gesproken is via een korte samenvatting. Maar voor nu, groepje 4. Ik kan eventueel mijn scherm ook delen. Als dat gemakkelijk is, dan kan iedereen meekijken. Oké, Jan. Kan je inderdaad wat inzoomen? Dan kan ik aan de hand van... Oké. Dus wij hebben nagedacht over hoe dat je het lokaal bestuur kan inzetten op een gezonde en duurzame voedselomgeving. En... wat we merkten is dat je enerzijds die gezonde voedselomgeving hebt en anderzijds die duurzame voedselomgeving. En dat je bij die gezonde voedselomgeving er het uiteraard eerder hebt over die volksgezondheid, de chronische ziekte. Er was ook een frappant cijfer dat er 16 miljard netto baat is per 1 punt daling van het BMI over de volgende 20 jaar. Hè? Dus als je over de 20 jaar kijk, dan is er 1 punt dalen van BMI, 16 miljard netto baat. Dat is een enorm bedrag dus, dat anders kan ingezet worden. Dat is dan eerder rond een trend, de gezonde voedselomgeving ook. Merkten we dat we dan eerder ook naar die jongeren gingen, naar het onderwijs. Hè, dat het onderwijs daar toch een rol heeft in de gezonde en duurzame voeding. Dat er aandacht aan moet besteed worden, ook in duurzame aanbestedingen. En dat je net door die focus op jongeren en dus kan ingrijpen in zo'n voedselomgeving, omdat je dan sociale en gezondheidsredenen kan aanhalen, waardoor dat die EU-richtlijnen misschien wel omzeild kunnen worden. Het heeft ergens ook een emotionele waarde en ook wel politieke waarde om op die jongeren in te zetten. En ook jong geleerd is oud gedaan. Het is zo dat we daarnaast ook natuurlijk die duurzame voedselomgeving hadden. En dat ging dan omtrent die landbouwers, hun uitdagingen met grond, uitdagingen rond marktverbreding, hoe dat kan gefaciliteerd worden, zeg maar. En daar kijken we dan ook eerder richting 2040, gelinkt aan de bouwshift. Hoe willen we dat de ruimte eruit ziet? Laten we het nog toe dat landbouwgrond als speculatie wordt gebruikt. Misschien
dan naar de twee stellingen, want we hebben uiteindelijk dan besloten dat het wat moeilijk was om die tweespan, om het zo te zeggen, om die in één stelling te gooien. Dus hebben we eigenlijk twee stellingen. In 2050 zijn we een gezonde 15-minuten gemeente. Er ligt een sterke nadruk op het fysiek en mentaal welbevinden van onze jeugd. Schone omgevingen worden green zones. Ja, die 15-minuten gemeente, dat wil eigenlijk zeggen dat binnen 15 minuten eigenlijk alles gezond is. Of dat je dat maar 15 minuten duurt, zal het anders zeggen, om gezond of gezond te zijn of te worden. Door regionale samenwerking garanderen we onze bevolking dat 30% van het productievolume lokaal en duurzaam voedsel is. Dat is de tweede stelling. Kan je een beetje meer naar beneden gaan? Voilà. Dus we hebben die twee zaken uit elkaar gehaald. Alle twee vonden we die super relevant en hebben we die dus ook alle twee uitgewerkt. Misschien de eerste, waar we iets minder tijd nog voor hadden. Ga ik misschien beginnen met de regionale samenwerking. Dat is ook een beetje geënt op de lokale voedselstrategie van enerzijds Brussel en anderzijds Lyon, die eigenlijk ook zo'n doelstelling hebben neergezet. Qua partners hadden we daar boeren en landbouwers uiteraard, twee keer hetzelfde, de burger als voedselaandeelhouder, hè, wat wil de burger er inderdaad ook wel voor betalen, voor een gezondere en duurzame voeding. Er moet een logistieke ontzorging zijn, en dat het effectief tot bij de burgers geraakt. We moeten qua stappen die voedselafhankelijkheid afbouwen, uiteraard ook het vrijwaren van landbouwgrond. En om dat dan te gaan meten, kunnen we kijken naar het percentage lokaal en duurzaam voedsel. Onze stelling zegt 30% en zien waar dat we geraken. Nogmaals, die tweede stelling hebben we iets minder kunnen uitwerken. De eerste stelling dan, kan je even naar het bordje gaan. De eerste stelling gaat dan inderdaad over het feit dat, dat we toch die jongeren vooral als doelgroep hebben. We gaan de rest ook sensibiliseren, daar niet van. Dus qua partners, scholen, de handelaars in de buurt, uiteraard de gemeenten en de verschillende beleidsdomeinen, het openbaar vervoer, ook de horeca, dat uiteraard bij die handelaars hoort, en dan de lokale boeren voor dat korte ketenverhaal daar toch ook al in betrekken. De resources, een juridisch instrumentarium. In Londen heb je no-fry zones, bijvoorbeeld. Dat we ook zoiets kunnen opstellen voor Vlaanderen. Misschien vanuit handelaren en horeca. Inspiratie was daar brood nodig. Dus een project waarbij dat er middelen bij handelaren en horeca worden gehaald om voeding te voorzien voor jongeren in scholen die het iets moeilijker hebben. Uiteraard moeten er budgetten komen vanuit regulier beleid om die scholen te ondersteunen. Begeleiding bij een voedselbeleid voor scholen, wat is dat net dan? En het moet natuurlijk ook opgenomen worden in het lessenpakket om effectief die voedselgeletterdheid te verhogen. Daarnaast moet er ook uiteraard onderzoek raadpleegd worden, zoals het onderzoek van Jeroen Kant bijvoorbeeld, maar ook vanuit Cienzano, onderzoek rond die voedselomgeving. En dan heb je partners zoals Ricolto en Vigies die kunnen faciliteren. Tussenstappen, dat is eigenlijk een permanent gegeven, preventie en sensibilisering van de voordelen en baten van gezonde en duurzame voeding. Dat moet dan wel naar de verschillende doelgroepen. Je kan werken met een gezondste gemeente, dat je eigenlijk gemeenten aan een wedstrijd laat meedoen, maar ook aan een gezondste school van de gemeente. Uiteraard moet je de bestaande zaken die er nu al rond die, als het dan gaat over die handelszaken omtrent,
in de omgeving van de scholen moet je natuurlijk meenemen in een traject. Dat kan een lab zijn waar dat dan wordt nagedacht over dat gezonde en duurzame voeding de norm wordt. En dat ja, al die verschillende actoren nadenken hoe dat ze de transitie naar gezonde en duurzame voeding in hun zaak kunnen stimuleren. En er wordt ook gesproken over aanbevelingen naar de overheid dan, Vlaams en federaal, omtrent suikertax, vettax, maar toch was daar ook de bedenking dan van welk effect gaat dat dan hebben op de kansarmen. Dus dat was een kanttekening daarbij. Vooruitgang, BMI van die schoolgaande jeugd, hoe ziet het daarmee? En uiteraard zal het dan dalen als ze gezonde en duurzame voeding krijgen. Maar daaraan gekoppeld heb je natuurlijk ook de mentale gezondheid, die iets moeilijker te meten is blijkbaar, maar dat zou fijn zijn om ook te zien wat dat doet met de mentale gezondheid. De bestedingen van gezonde voeding, niet ultrabewerkte voeding, meer specifiek, van de bevolking bekijken. En dan het klimaateffect berekenen, impact op het milieu ook. En er zou ook een spillover kunnen bekeken worden, dat spillover effect naar andere scholen in dezelfde koepel. Voilà. Dankjewel. Dankjewel, Steven. Dankjewel, groepje 4. Bedankt aan mijn groepje ook. Ja, applaus zou ik zeggen. Je kunt dat doen aan de hand van... wat is dat hier? Ik vind het nu niet terug. Bon, je kunt dat doen aan de hand van Zoom. Of een live applaus. Dankjewel, groepje 4. We gaan onmiddellijk over naar groepje 3. Wie mag ik daar het woord geven? Ik ging het woord voor groepje 3. Oké, Eva. Onze post-its zijn wel niet zo mooi georganiseerd als die van groep 4. Maar ik ga toch vertellen wat wij besproken hebben. We hadden het over hoe dat een voedsellandschap door een lokaal bestuur kan ingezet worden. We zijn eigenlijk begonnen met te zeggen dat het belangrijk is om ambitieus te dromen, maar ook te focussen op tussenstappen. En dat we denken dat eigenlijk wel heel veel actoren mee willen in zo'n ambitieuze droom als ze zich veilig voelen in dat engagement en kunnen stoppen als het tegenvalt, of hun grenzen aangeven, als er geluisterd wordt naar elkaar, als er een goede manier is om te gaan met argwaan. En de doelstelling die we geformuleerd hebben, is eigenlijk om via voedsellandschappen te werken als lokaal bestuur, in samenspraak en samenwerking met alle actoren rond verschillende maatschappelijke uitdagingen, specifiek gekoppeld aan het gebied en de lokale context. En als we er nog verder over babbelden, hebben we denk ik nog iets ambitieuzer omschreven zijn, want in 2050 willen we eigenlijk dat het landbouwgebied rond een gemeente of rond een stad of in een gemeente, dat eigenlijk helemaal evolueert naar een voedsellandschap. En hoe zien we zo'n voedsellandschap dan? Eigenlijk als een plek waar heel veel verschillende functies samengebracht worden, waar zowel lokale voedselproductie een plek heeft, maar ook waar mensen kunnen wandelen, fietsen, verjaardagsfeestjes, bedrijfsbezoeken, wateropslag, waterinfiltratie, biodiversiteit, dat dat eigenlijk allemaal zijn plek vindt in dat gebied. En we denken dan ook dat een voedsellandschap zowel een middel is om al die verschillende doelen, die ook gerelateerd zijn aan de SDGs, om die te gaan realiseren, maar ook een doel op zich, omdat dat ook echt een plek kan zijn waar mensen naartoe gaan, een plek die je kunt ontwikkelen, een plek die mensen gaan waarderen. Denken dat het heel belangrijk is om alle actoren aan boord te hebben. Dat is wat ik daarnet ook al zei, vandaar die tussenstappen, die belangrijkheid van veiligheid. En ook dat dat iets heel gebiedsgericht is, heel gericht op de lokale context, omdat combinatie van die functies en welke functie het meest belangrijk is in een voedsellandschap eigenlijk heel afhankelijk gaat zijn van hoe dat gebied eruit ziet, maar ook wat die actoren daar willen, zowel de landbouwers wat kunnen zij bieden als andere actoren, waarvoor zijn ze vragende partij.
En dan hebben we eigenlijk vooral tussenstappen gaan bespreken in het volgende stuk. Waarbij we denken, oké, als we in 2050 willen dat dat volledig agrarisch gebied een voedsellandschap is dat heel veel verschillende functies combineert, dan is het belangrijk om tussenstappen te gaan zetten. En dan zijn we eigenlijk zo heel veel voorbeelden gaan zoeken van wat bestaat er al. En zijn eigenlijk al stapjes richting zo'n voedsellandschap, bijvoorbeeld Bakkerdood in Limburg. De crowdfunding om aan het landschap te gaan werken. Zo zijn er heel veel verschillende voorbeelden gegeven. Wacht, ik ga een keer kijken wat ik nog... het feit van landbouw op een positieve manier in de kijker te zetten, actoren met elkaar in contact te brengen, link te leggen met vergroening in het GLB, dus eigenlijk het warm water moet niet per se opnieuw uitgevonden worden, maar misschien wel wat meer wat er al bestaat, samenbrengen, zichtbaar maken. Ik ga een keer kijken naar mijn groep om te vragen of dat zij nog aan zaken denken die ik niet gezegd heb. Dat is zo'n beetje mijn samenvatting. Oké, dankjewel Eva. Als er geen toevoegingen zijn van groepje 3, wens ik jullie te bedanken. Mooie doelstelling, mooie elementen die je naar voren schuift. Dus bravo voor groepje 3. We gaan over naar groepje 2. Hoe kan je lokaal bestuur in de ideale wereld de ruimtelijke planners mee in het voedselverhaal nemen? Wie mag ik daar het woord geven? Voorlopig stilte. Ja, we hebben dat niet echt afgesproken, maar ja. Ik zal een poging doen, maar dan moeten we dat misschien wel, moet je de rest misschien maar aanvullen. Hè. Vooral als ik te veel mijn eigen dingen zeg en de puntjes van de anderen vergeet. Maar we zijn wel vertrokken van, dus dat het belangrijk is om capaciteit en prioriteiten te leggen bij de ruimtelijke planners, dus de gemeente. Besturen of lokale besturen moeten zien dat ruimtelijke planners binnen een gemeentebestuur of binnen een administratie ruimte en tijd krijgen om daaraan te werken. Want vaak zijn die op ruimtebestemmingen en zeker voedselbestemmingen niet echt de prioriteit. Als er dan toch aan gewerkt kan worden, dan lijkt het ons een interessante piste om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld de bestemming voor de randstedelijke zones in de richting van voedselbestemmingen een meerwaarde kan bieden. Vooral omdat we denken dat er door te redeneren of te vertrekken vanuit het thema voedsel de polarisatie tussen landbouw en natuur kan doorbroken worden. En in het randstedelijke gebied zitten we vaak met een verrommeld landschap waar dan niemand interesse in heeft. Maar wat dat wel kan interessant zijn voor soms producenten die gericht zijn op de nabijheid, die gericht zijn op lokale afzet, bijvoorbeeld via formule van CSA of korte keten groenten. Dus een RUP voor bestemmingen voedsel in die zones, denken wij dat alleen maar win kan zijn en waar dat geen verliezers bij kunnen zijn. Mm-hmm. Wat dan ook benoemd is, is dat er moet nagedacht worden door de planners wat dat we willen als het gaat over nieuwe vormen van landbouw, zoals de verticale landbouw. Dus eigenlijk echt de grondloze productie. Vroeger hadden we alleen champignons, maar dus, er zijn heel wat initiatieven die gaan over nieuwe vormen van voedselproductie die hoogtechnologisch zijn, hè, met belichting en weet ik veel welke systemen allemaal. En de vraag is, we moeten ons de vraag stellen waar dat we die willen huisvesten. Waar dat we die willen als lokaal bestuur. Moeten dat KMO-zones worden? Is dat iets voor de landbouwbedrijven die geen landbouwbestemming meer hebben of zo? Dus dat is alleszins ook iets wat dat we denken dat belangrijk is om mee te nemen door de ruimtelijke planners. En we hebben, of tenminste onze notulist heeft dat mooi verwoord in de doelstelling tegen 2040 of 50, maar dan vinden 50 eerlijk gezegd wel wat lang.
op te werken, is de open ruimte ingericht dankzij de visie die verwoord wordt onder welke voorwaarden welk type landbouw zich waar kan ontwikkelen. Want inderdaad, nu dat ik dit doorstel lees, wat we ook nog wel geformuleerd hadden, dat het natuurlijk niet mag gaan over alleen papierenplannen is natuurlijk een beetje verleden tijd, maar niet alleen mag gaan over bestemmingen afbakenen, maar dat daar het inrichten minstens even belangrijk is in functie van die afgesproken doelstellingen. Hè. Dus ruimtelijke plannen, ruimtelijke inrichten, dat zijn eigenlijk twee stukken van twee kanten van dezelfde medaille. En dat mag zeker niet vergeten worden. We hebben iemand in ons groepje van Oostende, de inrichting van tuinen van stenen, is daar een heel mooi voorbeeldje van hoe dat bestemmen en inrichten samen tot een sterk verhaal kunnen leiden. Wil je het graag nog even verder hebben over de zaken die hier op de post-it staan, Bavo? Of had je die ook al deels? Ik denk dat we die grotendeels gezegd hebben. Maar dus wat, ja, dus opmaak van. Dus als je, wat we hier geformuleerd hadden, was om te voorzien dat in gemeenten die een lokale voedselstrategie maakt, dat daar ook minstens één effectief RUP in functie van voedsel is. Mee opgenomen, dat er goed moet nagedacht worden daarin, dus de randvoorwaarden over met wie dat we daar moeten samenwerken. Dus dat gaat over heel duidelijk over de producenten, de boeren, de landbouwers, maar zeker vast ook de burgers, want we mogen de fout niet maken die we in het verleden gemaakt hebben van enkel aanbod gestuurd te werken. We moeten weten voor wie dat we dat voedsel produceren. Mm-hmm. En er is expliciet benadrukt dat we in ons groepje dat voortdurend moet kunnen bijgestuurd worden en dat we moeten zien dat we met kleine stapjes werken met de voetjes op de grond. Oké. Okay. Ja. Fijn, dankjewel Bavo. Dankjewel groepje 3. Heel goed omschreven, waarvoor dank. En dan gaan we denk ik naar het laatste groepje, groepje 1. Hoe kan je lokaal bestuur in de ideale wereld via een gemeentelijke landbouwgrond SDGs helpen realiseren? Lisbeth, aan jou het woord. Wij hebben eerst over een aantal deelaspecten gesproken om dan uiteindelijk tot een ambitie te komen. Wij hadden het over de stad die het goede voorbeeld heeft op vlak van lokaal consumeren. Hey, de OCME-keukens die bijvoorbeeld enkel met dan de lokaal geproduceerde groenten, vlees, zuivel werken. We hadden het ook over de verpaarding, de vertuining, die in feite aan banden zou moeten gelegd worden. Maar dat is eerder een Vlaamse materie. Samenwerking was ook erg belangrijk. We hadden het over het oprichten van een netwerk waarin samen nagedacht kan worden, eventueel een voedselraad. En ook dat de acties gekoppeld worden aan de meerjarenplanning. Uiteindelijk hebben we dan de AMORI-ambitie geformuleerd dat er tegen 2050 de helft van de landbouwgrond in een grondenbank zit. Dus we zien eigenlijk landbouwgrond als een soort van gemeenschappelijk goed. En die grondenbank garandeert dat er lokale, duurzame productie plaatsvindt op deze gronden. De boer krijgt dan de opportuniteit om gronden te huren. En we zagen de lokale besturen als gesprekspartners bij uitstek. Ze hebben een verbindende rol. Ook een rol om de boeren te ondersteunen en ook te zorgen dat de grondenbank aangroeit met extra gronden. De lokale besturen zien we dan ook als een soort van toezichthouder die erover waakt dat de SDG-doelstellingen gerealiseerd worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sociale tewerkstelling, maar eigenlijk gaat het over de 5 P's. Dan de noden. Spreekt ook een beetje voor zich. Hè. Extern hebben we partners nodig, zeker de landbouwers, de grondeigenaars, de VLM, de landgenoten. Intern zijn er heel veel diensten bij betrokken. Niet alleen dienst economie en landbouw, zeker ook ruimtelijke ordening, het
ging daar net over de ruimtelijke planner, maar ook de dienst milieu, vergunningen. Ja, tussenstappen. Vooral ook stakeholders analyse doen, samenbrengen en overleg tussen de verschillende stakeholders. Een inventaris is erg belangrijk. Je kan niet zonder inventaris van de eigen gronden, maar ook van de niet-eigen gronden en ook hun grondeigenaren. Ook de mogelijkheid bieden om sociale tewerkstelling te creëren op die gronden of een zinvolle dagbesteding voor zorgvragers. We hadden het dan ook op het einde nog over de technologische tools voor innovatie en voor toekomstgerichte landbouw. Een duidelijke nood is budget om gronden te verwerven. Of er werd ook een aanvulling gedaan dat die taak bij de VLM kan liggen. Er is zeker ook nog budget nodig voor sensibilisering, een coördinerende rol. Personeelsinzet, dat er zeker een aantal mensen van het lokaal bestuur daar ook mee bezig kunnen zijn. En dan ook belangrijk om met de groep, met de stakeholders, afspraken te maken rond wat is nu in feite die duurzame landbouw. Dan de vooruitgang, ja, meten is weten, het aantal hectare in de grondenbank meten. Ook hoeveel mensen zijn er nu effectief te werk gesteld, zijn er sociaal te werk gesteld. Dan ook het aandeel lokale consumptie meten. En ja, de tewerkstelling via inzet van de gronden, dat is die sociale tewerkstelling. Ik denk dat ik alles aangehaald heb. Dankjewel. Tenzij iemand nog iets wou aanvullen. Dankjewel, Lisbeth. Dankjewel, groepje 1. Dankjewel aan alle groepjes. We hebben een mooi overzicht als ik helemaal uitzoom. En we gaan dat ook verder capteren in een rapport, in een verslag. Jullie krijgen ook dat verslag. Jullie krijgen de outcome van de oefeningen, de presentatie enzovoort. En we willen misschien voordat we afsluiten, want ik zie dat het al tijd is, nog heel even het woord geven aan Joyce om kort en krachtig even aan te geven hoe zij visueel de zaken wat gecapteerd heeft. Ik neem aan dat Joyce daar nog niet helemaal klaar mee is, maar dat dat ook nog verder gaat verwerkt worden. Ja, dat klopt, Jan. Dit was de laatste voedseldag, dus ik heb veel interesse en plezier naar alle dialogen de afgelopen 5 sessies kunnen luisteren. En dus telkens begonnen we eerst een beetje met de introductie. Ik weet dat er heel veel havermout altijd wordt gegeten, maar er waren in deze groep ook een aantal mensen die de boterhammen met confituur hadden gegeten. Dus ik heb er deze keer boterhammen met confituur opgezet. Het ging over de ruimte voor voedsel. Daar heeft Steven een stukje een toelichting over gegeven, over de transitie naar een duurzamer voedselsysteem, hoe belangrijk dat was. Alles rond ruimtelijke planning daar rond, de duurzame voedselomgeving. En daar werden wel wat mooie voorbeelden in gegeven. Steven haalde ook nog eens het traject aan met de gewestelijke voedseldag op 27 september. En jullie zijn de rest van de dag verder gegaan met het systeemdenken. De eerste groep die ook als laatste nog eventjes de samenvatting gaf. Jullie hadden in de trends het over de landbouwgronden en dat dat niet altijd optimaal benut wordt. Of dat het ook het voedsel dat daaruit komt, dat dat niet altijd in onze eigen supermarkten terechtkomt. Samen tuinieren dat dat opkomt en dat we rond voedselraden dat oplossingen kunnen bieden, als ook dat er veel domeinen intern met voedsel bezig zijn. Jullie ambitie naar 2050, de helft van de landbouwgrond in een grondenbank. Ik heb daar rond een aantal zaken opgeschreven, zoals inventaris van eigen gronden, meten lokale consumptie, maar ik moet toegeven dat ik dat laatste was dat ik dan nog wat moet aanvullen. De tweede groep had het over ruimtelijke planning. Daar kwam het distributieaspect vaak naar voren. Dus bij de trend aandacht voor voedselnabijheid. Hoe vraag en aanbod bij elkaar krijgen.
En ook ja, de dreiging van de supermarkten en hun optimalisatie, dat dat toch een bedreiging is voor de korte keten. Dan jullie ambitie. Open ruimte, ingericht volgens een visie die verwoordt onder welke voorwaarden welk type landbouw waar zich kan ontwikkelen. En dat hierin ook het woord inrichten heel belangrijk is, niet alleen het verwoorden. Daar heb ik ook niet alles nog niet genoteerd van wat dat daar uit de groep was gekomen. Groep 3. Daar hadden jullie het over de verkorte keten. Dat was een nieuwe term die ik nog niet had gehoord, dus die heb ik erop gezet. Dan 2050 via voedsellandschappen werken als lokaal bestuur en landbouwgebied is voedsellandschap geworden. Zo heb ik het samengevat. Ik heb dan ook de quizvraagjes waar jullie het kort na de middag over hebben gehad, die heb ik erop gezet. De afstand van fastfood versus de school, dat redelijk kort is. De gemiddelde prijs van de landbouwgrond, hoe hard dat gestegen is de afgelopen jaren. En de definitie over het open ruimtegebied, waar dat een van de deelnemsters ook wel de kanttekening maakte voor de landbouwers, dat het woord park, of het nu een voedselpark is of een landbouwpark, dat voor hen vaak toch een... niet zo'n fijne term is, omdat dat meer als een hobby of een recreatie wordt gezien in plaats van het is echt een job voor hen. En dan de laatste groep, dat is de groep rond hoe inzetten op gezonde en duurzame voedselomgeving als lokaal bestuur. Jullie hadden het over de gezonde 15 minuten gemeente als ambitie en een tweede ambitie, 30% van productievolume dat lokaal kwam. Wat was daar nog gezegd? Ja, focus vooral op de jongeren, zoals bijvoorbeeld de no-fry zone, burger als voedselaandeelhouder, vrijwaren van landbouwgrond en initiatieven zoals de gezonde gemeente. En ook bij jullie kwam het stuk van de grote druk op de open ruimte en de verstedelijking kwam naar voren, als ook de economische globalisering versus de lokale verankering. Dat is ongeveer work in progress, maar de samenvatting van wat jullie vandaag hebben gerealiseerd. Heel erg bedankt, Joyce, voor deze mooie samenvatting. Er is mij jullie te bedanken om erbij te zijn bij deze laatste sessie. Dikke merci, ook voor de enorm fijne en goede input. En dan geef ik het laatste woord graag aan Steven. Ja, bedankt iedereen. We gaan afsluiten. Hè. En ik ga vooral nog eens de deelnemers bedanken, maar ook de begeleiders en de facilitatoren. Merci. Het verslag komt eraan en we zien elkaar sowieso op 27 september. Vergeet het niet in de agenda te zetten. Een fijne dag nog. Fijne dag.